And so see, he stopped. He wants to buy you. He's asking 100 how much? Euros. 100. 100. 100. De gemeente Amsterdam heeft flinke plannen. Langs de A10 moet het grootste erotisch centrum van heel Europa komen. En op de Wallen zelf zullen 100 ramen verdwijnen. Waarom? Om overtoerisme op de Wallen tegen te gaan en een veiligere werkplek te bieden aan sekswerkers. Tenminste, dat zijn veelgehoorde argumenten. Maar de meest ongehoorde stem in dit debat is juist van diegene met de meeste kennis van zaken. De sekswerkers en raamverhuurders. Daarom vraag ik vandaag aan hen, is de komst van zo'n megabordeel een goed plan? My name is Celeste. I'm 27 years old. I've been a full-service sex worker and dominatrix for 4 years now. And I work in the windows for a little while. Vanavond zit ik naast Celeste, achter het raam om mee te kijken. Zou die haar plekje op de Wallen op willen geven? Want een deel van de sekswerkers zal wel moeten verhuizen wanneer er 100 ramen sluiten. Ik ben natuurlijk geen sekswerker. Ik kijk vandaag alleen mee met Celeste. Oh, we have a client. Really? Yeah. How do you know that? No, he just walked away. He was about to come upstairs. Oh. Wow, so quick. No, it's quick, right? Yeah. So is it going to be busy tonight? I think it's a good night. It's not like overcrowded, you know, it's not totally flooded, but there's like enough space between people where you can make eye contact. Yeah, say hi. Hello. Hi, baby. Or you can make contact and like interact with people, but when it's really busy, it's a bit more difficult. Like there's a client, and so see, he stopped. He wants to buy you. How he's saying how much? He's asking 100 how much? Euros. 100. 100. 100. Yeah, people are very cheap. Ik heb net mijn eerste klant gehad. Ik zit hier net 2 minuten. Oh, dat is echt bizar. What do you like about working in windows? I love having colleagues that are right next to me. I love the kind of small village feel to de Wallen, you know? That's a funny description. Yeah, it is. I mean, Amsterdam's small, but de Wallen's smaller. Would you be willing to work at an erotic center? Absolutely not. I love working in de Wallen. I don't want to move from here. I wouldn't have any more fun if I had to work in this like huge building, you know, on the edge of town. The way that everything has organically formed here, specifically in de Wallen, they're like tonight we're going on the canal, right? But it's also certain alleyways that you can work, and it's a different feel, it's a different vibe. You have more autonomy and choice over what kind of rooms you want, and everything has a certain charm to it. And that charm is going to be totally eradicated with this very clinical, sterile building, mega brothel, you know, pushed to the edge of town. He winks. Oh, I get so shy when you're interested. They love it. Straks ervaar ik zelf een beetje hoe het is wanneer klanten ook met mij beginnen te flirten. Ik snap in ieder geval al beter waarom Celeste niet wil verhuizen. Maar hoe zit dat voor de raamverhuurders? Want met de komst van dit erotisch centrum wil de gemeente dus ook 100 ramen opdoeken. Een van de grootste raamverhuurders op de Wallen is Pim van Burg. Hij verhuurt 40 kamers en is met zijn connecties en betrokkenheid een soort conciërge van het Wallengebied. Hoe staat het met de veiligheid in de peeskamers? Kan een erotisch centrum echt een veiligere werkplek bieden? Hey, welkom. Dit is welkom in een van onze meest luxe peeskamers. Ja, zeg dat wel. En, wat groot ook. Groot, een bad, groot bed en ook de nodige beveiliging. Bijvoorbeeld daar zie je een kluis. Hier kunnen de sekswerkers het geld in doen. Het is vooraf betalen en dan de service. En dan eerst zorgen dat het geld veilig weg ligt. Wat handig, want anders moet je telkens natuurlijk die kast open lichten. Nou ja, of het in je tas stoppen die ergens staat en dan kan de klant het weer meenemen. Dus dit is ook dat als de klant zijn geld terug zou willen, op een of andere manier, dat het veel moeilijker gaat. Ja. En je hebt nog andere manieren van veiligheid. Bijvoorbeeld daar bij het bed zie je een alarmknop zitten. Dus als de sekswerker zich onveilig voelt, dan wordt erop gedrukt. En is het meestal binnen 1 à 2 minuten is er al beveiliging. Oh ja? Ja. Zijn er beveiligers van jou die dan...
Ja, een van mijn medewerkers die komt dan, zo snel mogelijk. Mm-hmm. En meestal kunnen wij het zelf oplossen. Is de politie nodig, dan hebben we een directe lijn. En die zijn er eigenlijk altijd binnen 3 à 4 minuten. Wow. Ja, dus dat is echt fantastisch. En wat gebeurt er als ik die knop indruk? Probeer maar. Ja, mag ik het doen? Zeker. Oké. Oké, dus je ligt hier. En dan ben je bezig. En dan ga je met je hoofd zo. Hoe? Zo! Horen jullie dat dan, dat afgaat? Ja, dit is dan binnen wat je hoort. Buiten is echt een mega sirene. Dus als dit om 4 uur 's nachts afgaat, wat wel eens gebeurt, dan de buren die liggen echt recht overeind in bed meteen. Heb ik nu niemand laten schrikken? Ongetwijfeld wel, maar daar gaan we zo achter komen. Okay. Soms komt de politie ook meteen binnen omdat ze in de buurt lopen, maar dat we gaan het zien. Gebeurt dat veel, dat er op die knop wordt gedrukt? Nou ja, zoals je ziet, deze knop die zit op een hele onhandige plek. Dus deze wordt nog wel eens ingedrukt met het idee van... Het is er gaat een speciale show beginnen of zo, of per ongeluk met het hoofd er tegenaan. Het is helemaal niet handig geplaatst. Maar, ja. Dus het meeste is eigenlijk vals alarm. Dan kom je binnen, maar dan zit iemand gewoon seks te hebben. En dan... Dan horen we wel van tevoren meteen belt de sekswerker van per ongeluk ingedrukt. Ja. Dus dat is geen probleem. Hoe werkt het als iemand bij jou een kamer huurt? Is dat voor 1 avond of voor 1/2 jaar? Het kan allebei. We hebben een hele grote groep vaste huurders. Dus de meeste kamers staat meestal 5, 6 avonden in de week dezelfde huurder. Dus je kunt voor 1 avondje huren, of voor overdag natuurlijk, of je kunt voor een langere periode. Maar de meeste hebben echt een contract wat per 1/2 jaar verlengd wordt. En steken ze dan het geld allemaal in hun zak en aan jou betalen ze huur? Het enige wat ze bij mij doen is vooraf de huur betalen. Ja. That's it. Dus geen commissie, helemaal niks. Alles wat ze hier verdienen, is voor henzelf. En dat is ook best wel gezond. Want dat zorgt ervoor dat ze hier hun eigen keuzes kunnen maken. En dat die niet beïnvloed worden door een derde die daar financieel belang bij heeft. De meeste mensen denken dat ik een pooier ben. Of de meiden uitbuit, de sekswerkers. Of daar op zo'n bepaalde manier ze beïnvloed of iets. Nou, dat is gewoon absoluut... Verre van. De sekswerkers zijn echt hele zelfstandige, zeer professionele zakenvrouwen meestal. Zo zie ik het. Het enige wat ze doen is een kamer huren bij mij. En ik zorg ervoor dat zij en een goede kamer hebben om hun werk te kunnen doen en veilig zijn. De veiligheid in de peeskamers is dus goed te waarborgen. Hoe zit het dan met het andere argument, overtoerisme tegengaan? Karin draait al jaren mee op de wallen als medewerkster van het Prostitution Information Center. Een stichting die zich inzet voor de rechten van sekswerkers en misverstanden wil ontkrachten. Het is nu vrijdagmiddag, maar het is best rustig nog. Nu nog wel, ja. Ja, want wanneer wordt het zo druk? Het wordt tegen het einde van de middag begint het al druk te worden. En dan zo tussen 8 en 1, 2 uur 's nachts, dan is het wel topdrukte. Maar dat is op zaterdag en vrijdagavond. En is dat voor de sekswerkers achter de ramen ook vervelend? Ja, want die drukte die weerhoudt klanten er ook van om binnen te komen. Die klanten willen ook graag liever een beetje anoniem blijven, niet gezien worden. En klanten houden er ook van om eerst lopen een keer voorbij en dan lopen ze nog een keer voorbij en dan even kijken. Een beetje window shoppen. Window shoppen, precies. Ja. Dus juist als het te druk is, is het voor hun ook niet helemaal gunstig? Is ook niet gunstig voor hun. De toeristen zijn natuurlijk ook de voornaamste klantengroep hier. Ja. Maar te druk en dat werkt ook niet. En denk je dat de komst van zo'n groot erotisch centrum en het sluiten van 100 ramen hier dan zou helpen om die piekmomenten helemaal weg te halen? Ik vraag het me af. Want als je 100 ramen sluit, dan blijven er nog 130 over. En de overlast, het wordt niet veroorzaakt door de sekswerkers en de klanten, maar door de feesttoerist. Weet je, het wildplassen en de straatpizza's. Dat straatpizza's? Ja, kots. Oh ja. Dat is ook als je je woning uitloopt en je moet eerst kijken van of er niet... Ja. En mensen gedragen zich vaak ook heel onrespectvol tegen bewoners. Maar ik heb nog geen plannen gehoord om de horeca bijvoorbeeld hier te verminderen. En er bestaat nog veel zorg dat de vrouwen hier gedwongen of in de criminaliteit werken. Denk je dat een erotisch centrum meer veiligheid en controle kan bieden? Ik zou niet weten hoe je meer veiligheid en controle kan hebben dan hier. Okay. Want je ziet, we lopen nu hier. We hebben best moeite gevonden om een beetje een rustig straatje te vinden. Ja. Er zijn altijd mensen hier. Er wonen mensen hier.
Maar hoe kan het dan dat er nog zo'n groot beeld bestaat dat er allemaal misbruik is, dat ze onder druk worden gezet? Waar komt dat vandaan? Dat komt gedeeltelijk door de media. Als er een misstand wordt aangetroffen, en dat gebeurt in alle sectoren wel eens, dus ook in de seksbranche, dan wordt dat breed uitgemeten in de krant. Vrouwen worden uitgebuit, mannen kopen het recht om nee te zeggen. Het is natuurlijk allemaal... Dat vinden zij gewoon? Dat vinden zij, ja. Dat is niet aan de orde, want de sekswerker bepaalt wie ze binnenlaat. Dus zou je zeggen, het komt hier bijna nooit meer voor? In de vergunde sector is het... Niet onmogelijk, maar wel heel moeilijk om iemand hier aan het werk te zetten die dat niet wil. De wallen, de clubs en privéhuizen, die worden zeer streng gecontroleerd. En de regels zijn ook zo strak dat het bijna waterdicht is. En je staat hier voor een soort paal? Ja, ook voor als ze een dansje willen wagen. En sommigen hebben ook klanten binnen die, dat hoor ik dan van die meiden. Die willen dan alleen dat de sekswerker een dansje gaat maken. En oh, dan echt? Gaan zij op het bed zitten. Dat is lekker dan, geld verdienen. Hè? Ja, dan kun je rustig 100, 200 euro verdienen door een kwartiertje aan een paal te hangen. Mag ik eens één keer aan hangen? Sorry, ik heb dat nog nooit gedaan. Kan jij het? Ik heb het nooit geprobeerd, nee? Moet ik zeggen. Nee. Ik denk dat je er wel gelijk mee opgesmeerd hebt. En ook lichten, die kunnen ook in alle kleuren worden ingesteld. Oh, ja. Boven het bed is het blauw of rood. En hier bij het raam kunnen ze eigenlijk alle kleuren van de regenboog zelf kiezen. Via een LED-paneel, ja. Maar ze kiezen allemaal rood? Ze kiezen altijd rood. Ja. De meeste, sommigen vinden roze een mooie kleur. Meestal kiezen ze rood in combinatie met blacklight. Die zie je hier verborgen zitten. En dat is omdat de huid er dan extra mooi uitziet. Oh, echt? Ja. Is er altijd blacklight aan? De meeste kamers wel, ja. Ja. Oh, wat grappig. Kunnen we het eens één keer een ander kleurtje ja, hebben? Ja, zeker. Probeer dan kan maar. Ik gewoon hier... Ja. Maar dan denkt iedereen, dit is helemaal niet waar het moet zijn, toch? Nou ja, soms als het wat blauwig wordt. Die kleur wordt vaker door transgender sekswerkers gebruikt. En dat is eigenlijk om aan te geven dat aanbod er is. Oh, wat handig. Dus die voeren meestal echt blauw-blauw. Hoe sta jij tegenover de komst van zo'n erotisch centrum? Ja, het erotisch centrum, daar word ik een beetje moe van inmiddels. Weet je, als het echt betekent dat er veel meer werkplekken komen voor sekswerkers, dan zou dat echt fantastisch zijn, want er is gewoon echt een tekort aan. Maar de plannen nu is dat het een deel van de ramen op de wallen verplaatst eigenlijk naar zo'n erotisch centrum. En ja, voor wie doe je dat, moet je je afvragen. En hoe kan het dan dat die plannen zo ver komen als niemand dat wil? Nou ja, ik denk dat het een politiek paniekvoetbal is. Men zegt er zijn te veel toeristen in Amsterdam, in het centrum. Er moet iets gebeuren, dus we doen maar iets om het doen. Ja, dit is gewoon een heel dom plan op deze manier. Met het vallen van de nacht wordt het ook steeds drukker op de wallen. Terug naar Celeste. Hi. I get so shy when you're interested. See, like, that one's with a wife. He's not gonna come. But he wants it. You can see he's controlling himself. It's no way. Or sometimes the wife's like, that wife is really interested. Hi. I thought it was gonna feel like I'm in the zoo, but actually I feel like they are in a zoo. Almost, yeah. And I'm watching them. 100. 100. Too much, now come back. See this one with the scarf too? Hi. Hi. Oh, mwah. He winked. Oh, I feel like such a child. See, that could be a client there with the backpack. He's looking. Yeah, he's shopping. And he's alone. Yeah, he's alone too. I feel like I'm really nervous, but do you still get nervous? Do I still get nervous? Or did you ever feel nervous? I think because I had experience before, I didn't have so much anxiety when window working. No, I get more of like a high off of it a little bit. It actually feels quite nice. I'm like, hi. See, like, they're cute. Like, they smile at you, these two little tourists. Hi. So how do you choose who you want as a client? Usually the client kind of chooses you first. And then, you know, if they come to the door and you name your price and they're into it, you take them, right? But per se, someone comes to your door and you realize, ooh, like your gut says like not good vibe. You can like kind of outprice them. So you say like in a ridiculous and they're like, okay, bye. You know, because people are cheap. So you cut it off. Yeah, you can cut it off very quickly. Or you can like literally just close your door.
right? Because you are the person who's letting people in. They cannot open your door. You can only open it from the inside. So we're in total control about who we let in and out. Okay. And I don't know, if someone who, they approach you and they give you like a weird vibe, you develop this instinct, oh, that's someone who I don't want to see. You can say no and you can close the door. You have a really strong gut feeling. Totally. It's a part of the work. You develop an instinct of like, yes, I trust you, or you can just tell, like, oh, that's something I don't want to see, you know? When does your gut say no? If someone's trying to, like, haggle too much with you or try to make you do services that you do not want to provide, if it's not in your repertoire or you just really don't want to do it, or maybe they're, like, a little too far intoxicated, you can say, no, baby, sorry, not for me, not tonight, you know? Yeah. Hi. Again, people think, like, sex workers are kind of, like, on the bottom rungs of society, but you get so much validation. Yes. It's like looking hot. It kind of feels good. I get so many kisses and waves. Blinks and flirtation. Yes. And what do you think of all the tourists? You know, at the end of the day, it's business, right? Yeah. Yeah, it's money. And on the nights where it's really busy, I don't like to work. Like, this is great for me, where there's enough like room between clients and you can really make eye contact. The thing about the erotic center is that more surveillance, right, cameras, technologies like this do not equal safety. Sex workers know how to take care of ourselves. We've been doing it for centuries. We're not this population that's so vulnerable that we need to be taken care of by, surveillance. So you just feel they want to surveil you, but not really keep you safe? Yeah, I think they want to have more control over what sex workers have done for themselves for, again, centuries. And we don't need a governmental entity telling us what is good or bad for us. We know how to do it. And if we actually had our voices heard, then they wouldn't be trying to move us out of sight, out of mind. And it's also further stigmatizes sex and sex work, right? When you say, oh, we don't want to see that, then, you know, it raises more anti-sex sentiment, which then produces more violence, not only towards sex workers, but people who are just like, femmes, people who are trans femme, people who are slutty, maybe, you know. It's actually like a whole broader story of stigmatizing sex. Exactly. Yeah. Do you think that the erotic center and also removing 100 windows could help with making this area less busy? Tourists are going to come anyways. And where the municipality has already closed down windows, rather than tourists going over and exploring more areas of Davala, they've just become more condensed and packed onto the main canal. So it's actually done the opposite effect. Closing windows has made Davala more compact, more overcrowded. Oh, wow. Yeah. So I don't think closing windows is a solution at all, and I don't think that trying to divert tourists to an erotic center is a solution either. Davala is known for not just sex workers, but also for the coffee shops, for the party scene, for the bars. So people are still going to come here, no matter what. And they still push for having this erotic center. Yeah. And we've said no so many times. If anybody knows about consent, it's sex workers, you know? Yes. And we've said no, we don't want this so many times. And yet they continue to move forward with it. And it's sad to know what we want and what we want to do and how we want to work. And, you know, this entity that says, oh, but you're victims, but you don't know how to care for yourself. It's patronizing, it's belittling, and it's totally unempowering to sex workers. Okay, sekswerkers en raamverhuurders zijn niet voor één groot erotisch centrum. Maar wat moet ik me daar überhaupt bij voorstellen? Om een idee te krijgen, reis ik volgende week naar Duitsland, waar dit soort grote sekscentra al jaren bestaan. It's party. It's party. It's party machen. Party machen. Wauw, oké. Okay.